Welkom op een gloednieuwe vlog. Dankjewel. Voilà, dat was de vlog. Tot morgen allemaal. Joe. Nee, zottekes. Goedemorgen allemaal. Ik heb me nog ook gaan douchen. Nu. Ik heb nu tot half ongeveer de tijd om te vertrekken. Kan ik ook nog rustig met mijn gemak een vlog in elkaar steken zijn. Een vlog uploaden. Dat was het. Zal ik nog mijn drinkbeker meenemen? Want ik zit weer al in Globachem. Ik ga jullie neerzetten. Voilà. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren, mensen. Echt waar, abonneer, abonneer, abonneer. En vergeet geen... Niet op het belletje te drukken, dat was het. Vergeet niet op het belletje te drukken, dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er ook een nieuwe vlog of een livestream of iets is. Een zeer goede morgen allemaal. Ik ga zo eens even kijken naar mijn bestelling. Dat ziet er goed uit. Let voor de bestellingen. Even kijken als ik nog iets heb binnengekregen. Nee. Oké. Dan gaan we de computer op slaapstand zetten om 9 uur. Voilà, dat is dan ook gebeurd. Dan kan ik rustig op mijn gemak de vlog uploaden. www.youtube.com. Want daar zit toch tegenwoordig iedereen op. Dus ja, ik ga dus de vlog uploaden en dan ga ik vertrekken terug naar mijn wijk toe. Als jullie de timeslap van gisteren leuk vinden, dan komt er hier nu nog eentje. Dus ik wil dat nog een keer eens doen. En misschien ook van mijn, als ik mijn notitieke aftrek. Ja, bedoel, de zeilen. Oké, tot ziens. Naar mijn werk toe. Geniet nu nog maar van een timeslapje richting mijn werk. Ja, ik doe dit tegenwoordig wel graag. Wat ik ook nog tegenwoordig bezig ben, is zeg het. Ik moest eens zien, er lag nog iets. Ja, ik doe het heel graag. De timeslaps en ik moet oppassen voor geen copyright. Oh, en het is vast. Het is nu een halve graad. 0,5. Volgens mijn thermometer. Ik wil zeggen, geniet maar weer al van een leuke timeslapje. En dan zie ik jullie allemaal deze avond terug naar mijn werk. Jawel.
Zo, ik ben aangekomen op mijn werk terug bij Globergem. 9 van de 10 kansen is weer al die productcode er afrijven en dan op de band zetten, wat ik ook gisteren heb gedaan. Maar nu ga ik mij wel stukjes af aan klaarmaken. Mijn mondmasker wou niet loskomen. Is een zuivere. Voilà. Ben ik weer al beschermd voor de ganse dag. Het is nog altijd corona, hè, mensen. Dus alsjeblieft, ook tijdens de kerstmis, de coronamaatregelen alsjeblieft handhaven. Of anders gaan we weer in een pandemie terechtkomen. En dat wil ik niet. Dat wil ik echt niet. Oh, ik heb hier kabeljus. Even krabben. Maar ja, ik kan nu wel eens beginnen richting het werk te gaan. Maar ik kan nog wel eens een lekkere... Voor het beginnen? Ja, waarom niet? Een lekkere Akrom Ekkesko drinken. Die is ook lekker fris, want die vinden nooit te gelegen. Want 's nachts is toch in een koelkast. En die voel ik helemaal naar tot van onder vallen. En voilà. Weer al goed gedronken. Dus dan kan ik rustig op mijn gemak beginnen met gaan te werken. Zo, ik heb gedaan met werken. Ik ga nu eerst richting mijn ouders. Het is nog maar 16:13. Normaal gezien moeten we altijd werken tot 16:30. Maar als je wordt uitgeleend, zo gelijk in Globergem, dat is wel een positief punt. Dan is het wel leuk dat je dan ook vroeger thuis bent. 20 minuten zelfs. Maar daar ben ik wel blij om. En tegenwoordig ben ik ook een andere baan voor naar huis te rijden. Waarom? Dan heb ik geen files. Alleen de ene file waar ik tegen kan komen is deze kleine stukje tot aan de Brunos. Waar ook de, jawel mensen, waar ook de schone vrouwtjes voor de ramen staan. Maar het zijn nog altijd gesloten. Nog altijd. Ja, want ik zie echt niemand niet aan de ramen zitten. Alles is nog uit. Ja. Dat is wel eigenlijk wel heel raar. Zegt, dat je, hier zeg je gewoon dat de vrouwen echt allemaal voor de ramen zitten en al. Maar nu niks meer. Echt niet. Helemaal niks. Maar ja, wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb vandaag gedaan wat ik vanmorgen ook heb gezegd. Ja, die code. Ja, iemand voorgelaten, die rode auto. Klein beetje over de lijn gaan staan, dan hij toch nog over kan als het rood wordt. En na een paar dagen begin ik ook last te krijgen van mijn been. Ja, ik heb daar echt een kajuko van een blauwe plek. Ik zal het jullie allemaal straks ook eens laten zien, als ik het niet vergeet. Maar ik heb wel pijn. Dan moet ik wel eerlijk toegeven dat ik pijn heb. Ja, het is hier wat puzzelen. Want er is ook nog een vuilniskar die voor ons rijdt, een tractor die voor ons rijdt. En dan dacht ik van, yes, ik ben vroeger thuis. De wereld onder mij nu is door. Maar ja, je zit nog altijd dat wat vroeger thuis. Dan moet ik wel niet ontklagen.
waar ik wel om moet klagen is dat die pijn weggaat. En ik ga het ook tegen jullie zeggen. Ik heb het vandaag niet een klein beetje, maar ontzettend moeilijk gehad. Ja, ik heb een luide stem. En Aga heeft mij daar een paar keren, dus de monitrice heeft mij daar een paar keren op gewezen. Ik moet daar ook dan weer van gaan zwijgen. Maar weet je wat het ergste van alles is? Hm? Ik moet thuis al zwijgen. Ik moet al zwijgen nu al ook op mijn werk. Zeg mensen, ik ga binnenkort een afspraak maken. Was ik los voor mijn naam. Ik ga dus binnenkort een afspraak maken, mensen, bij het ziekenhuis. En ik ga dus dan gewoon mijn mond toenaaien. Punt uit. Ik kan niet anders, hè. Want ik mag toch niet meer praten. Ik mag hier niet praten, dus op mijn wijk niet praten. Ik mag niet op mijn appartement praten. Dan is nu nog één vraag. Waar mag ik wel nog praten? Hier in mijn auto. Ja, dan heb ik maar één conclusie genomen. Dus dat ik, daarom dat er ook heel veel autovlogs zijn. Daarom. Omover ook van mijn onderbuurvrouw. En, allee, ga dan op. Ze gaan nu allemaal aan de kant. Beetje zo aan de kant gaan dat er toch nog twee rijstroken zijn, want die is daar aan het lossen. Ja, we hebben even hun moesten even op de pitstrook krijgen. Maar ja, maar ze laden en lossen. Dus dan weten jullie dat waarom dat er ook zoveel autovlogs zijn, dus dat ik redelijk veel overleefd in mijn auto. Want zo gelijk, kijk, hier is er. Staat ook nog van gisteren. Ik ben dus naar de kweek nog geweest. Het gaat nog zo erg worden dat ik gewoon zeg van voort. Ik blijf gewoon in mijn auto overnachten en al. En het is gedaan met mijn appartement. Maar ik gebruik alleen nog mijn appartement nog voor naar de wc te kunnen gaan. Dat was het. Dus, nee. Meent je dat nu? Die attractor nog altijd voor ons. Yay. Maakt niet uit. Ja. Dus het gaat nog zo ver komen dat ik ga leven in een auto. Zo ver is het nog aan het komen. Dat ik echt niet meer uit mijn auto durf. En dan zit ik op daar, ja, vooral gaan trekken, dan ben ik er altijd al op tijd. Echt een heel stom idee. Dus ik had het ook vandaag echt heel moeilijk, dus zo wil ik ook op het werk. Ja, hebben ze dan gezegd van ja, dat ik ook daar zou moest zijn. Omwille van, oh my god. Doeg. Dan was ik even radeloos. Ik wist niet meer wat ik moest doen. En dan, ik heb daar ook zitten te wenen. Ik geef dat eerlijk toe. Ik ben 33 jaar en ik ween al. Hoe schandalig is dat? Hoe schandalig is dat? Dat ik. Echt, ik heb geweend tot en met, hè. Echt waar, ik heb nog echt geweend tot en met. En ik kon dat niet. Ja, ik ben gewoon op, mensen. Ik ben gewoon op. Ik ben moe. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Dus.
Ik heb pijn. En nog geen klein beetje. Want ik heb ook dozen moeten open snijden. Je hoort het goed, snijden. En ik heb verkeerde gedachten gehad. En dat geef ik eerlijk openbaar toe. Ik heb verkeerde gedachten gehad. De gedachten van dit te doen. Collega's van mij. Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Shit, ik ben shift. Dus ik leef niet meer graag. Ik geef dat eerlijk toe. Momenteel leef ik niet meer graag. Het is echt zo ver opgekomen. Dat ik toch eens regelmatig zelfmoordneigingen heb gehad. Zeg je nu gehad. Ja, en die zijn er nog altijd steeds. Ik wil het hoeft voor mij allemaal niet meer. Voor mij echt allemaal niet meer. Ik ben gewoon op. En ik wil ook leuke vlogs maken. Dit is nu een blote vlog waar ik eigenlijk niet wil maken. Ik wil echt leuke vlogs maken. Ik wil leuke dingen doen. Maar omwille van dat ik met zoveel dingen in mijn hoofd zit, stressfactor echt level het hoogste. Ik heb buikpijn. Mijn etenslust is ook weg aan het gaan. Ik heb deze neigingen. Zoals jullie aan het eten zijn. Maar die neigingen heb ik ook, dus... En dat is allemaal niet goed. Maandag word ik tussen 10 en 11 opgebeld. Ik ga het jullie ook toegeven. Ik ga met bepaalde mensen praten. En die bepaalde mensen, dat zijn van de CCG. Dat is al wel... Waarom bellen ze mij op? Dat is een intake-gesprekje wat er plaats gaat vinden. Omdat van, ik wil mijn eigen ook terugvinden. Ik wil mijn eigen terug zijn. En dat ben ik allemaal niet. Want dat is zelfs echt zo. Iemand die van Discord chat erop zit, die heeft dat zelf ook gemerkt aan mij. Dimitri. Jij zit de oude Dimitri niet meer. En heel veel van mijn fans, heel veel, op Discord, vragen aan mij, wanneer komt de oude Dimitri terug? Mensen, die komt terug. Ik ga mij ook laten helpen, als er bepaalde tijd geen vlogs online gaan komen, maar dan gaan jullie ook wel op de hoogte gehouden worden. Dus stel dat ik opgenomen moet worden in een instelling of zo, voor mij toch te behelpen, voor op gesprek kunnen te gaan en wat praten met de mensen, noem maar op, dan laat ik jullie dat ook weten. Dus dan ga ik ook in die periode niet vloggen. Dus dan ga ik niet vloggen. Gewoon van, dat hoeft ook niet. En, maar dan, als ik daar dan terug buiten ben, dan gaan jullie mij niet meer herkennen.
best wel echt aan het twijfelen was. Ik kan het niet meer. Ik geef het eerlijk toe. Ik ben... Ja. Hoe vaak ga ik nog zeggen in mijn vlog? Ik ben op. Genoeg. Ik hoop dat de CCG mij dan ook wel goed gaat helpen om toch een leuk en een deftig gesprek te hebben. Ja, jij doet het terug uit, dus dan laat ik u niet horen. Sorry dat ik mens, dat ik even over de limiet ga. Staat een pijl naar Gelder toe. Ja. Ja mensen, dat is dan met jullie dat ik het ontzettend moeilijk heb. Hè. Ik wil dus echt... Ik moet dat nog eens bezien of zo. Als ik een deftig gesprek ook eens kan hebben met iemand. Waar ik echt mijn hartje dus kan opluchten en alles eruit gooien wat op mijn lever ligt, meld je dan aan als je echt eens even aan mijn gezag wil horen, want ik heb het echt moeilijk, dat geef ik eerlijk toe. Allee, ik ben nu bijna bij mijn ouders, dus ik heb bijna echt een volledige kwartier volgeluld. Dat is veel, dat is heel veel. Dat gebeurt ook niet vaak. Ik hoop dat jullie ook al hebben genoten van de timeslap. En er gaan nog beelden komen. Maar wat voor beelden, dat weet ik nog niet. Daar moet ik nog een klein beetje over nadenken. Hoe moeilijk dat het ook is, het nadenken. Ik geef het eerlijk toe. Allee mensen. Zie jullie allemaal straks terug. Yep. Hallo mensen, hier ik weer. Ik ben nu ik ga nu vertrekken bij mijn ouders. Voilà. Ik heb alleen maar mijn sandwichje mee. Ik heb de spaghetti niet mee. Omwille van ik heb geen honger. En ja, kijkers, jullie zeggen van jawel Dimitri, je moet iets eten. Ik zal wel iets eten als ik honger heb. Ik krijg nu niks binnen, omhoog van het is een en al een grote stressfactor in mijn lichaam en ik kan daar niet meer tegen. Echt niet. Dus dan weten jullie dat. Dus dat ik alleen maar sandwiches heb. Yay! Voor morgen weer al mee te nemen naar mijn werk toe. Dankjewel mijn mama dat je dat hebt klaargemaakt. Dus zie jullie allemaal straks terug. Ik hou jullie echt tot de hoogte hoe het gaat ook bij mij en al. Maar jullie horen het. Ik ben terug thuis aangekomen. Ik ben even naar Bea geweest. We hebben familie gekeken.
En dan ben ik nu terug al thuis. En er was ook een livestream. Daarom dat ook weer al deze vlog weer al zo kort is. Sorry daarvoor. Ja, ik doe regelmatig nu ook al livestreams. Dus als jullie daar willen van promoten. Van mee willen genieten, ik zal het zo zeggen. Dan moeten jullie op het belletje drukken. Dan blijven jullie zo op de hoogte wanneer dat er een nieuwe livestream is. Excuseer. Ik ga nu naar boven toe. En ja, ik heb last van mijn been. Ik zal na mijn vlog, of juist voor deze fragment, heb ik het laten zien van mijn been. Het doet ontzettend pijn. Want het is een kaljoekel. En nee, ik leg nu deze keer vandaag niet mijn boeleke toe. Omwille van het gaat niet vriezen. Dus dan moet het ook niet. Allee. Ik ga richting mijn woonblok. Gaan slapen. En dan zat die lift nog heel bovenaan. En voilà, we gaan nu naar boven toe. Zingen aja, joepie, joepie, jee, holé. Zingen aja, joepie, joepie, jee, holé. Zingen aja, joepie, aja, joepie. Ai, ai, joepie, joepie, jee, holé. Voilà, zo gaat dan de deur terug open. Als het liedje gedaan is. Zo lang duurt een liftrit. Oh, lekker warm hier. Ik dacht dat mijn pc nog aan stond, maar het is niet. En mijn licht flikkert niet meer, joepie. Ik denk dat ik vrijdag mijn kerstversiering ga ophangen. Sorry dat het weer al donker is. Ik hoop dat ik nu nergens ga tegenaan stoten. Nee. Oké. Okay. Zo ben ik nu op mijn slaapkamer aangekomen. En dan ga ik zebiet opnieuw hierin. Zoals ik gisteren. De kleinste kamer. Want ik moet dringend. Echt heel dringend naar het toilet toe, maar ik pak jullie niet mee, want dat is een momentje van mij alleen, hè mensen. Dan ben ik nog wel iets aan het zoeken, maar ik vind het niet. Nee. Moet ik trek eens even terug naar onderen? Maar nee, hoeft niet. Allee, ik zie jullie morgen terug. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een livestream is. En waarom ik nu zo blijf rondlopen, dat is gewoon omdat ik naar de wc moet gaan. Dus ik ga jullie nu laten dat ik direct naar de wc kan gaan. Tot morgen weer al. Salukes, you. En sorry als jullie duizelig zijn gedraaid, want ik moet echt dringend naar de toilet.